We zijn vandaag in Sunparks Mall, waar de kerstverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Tijd om ze beter te leren kennen. Bij mij zit Jelle. Dag Jelle. Dag Bart. Alles oké? Zeker en vast. Jelle, stel je kort even voor. Ik ben een leraar van 28 uit Leuven. En ik wil mijn campagne voeren rond draagmoederschap. Omdat dat geen wettelijk kader is hier in België. En dat dat serieuze problemen oplevert voor mensen die dat eventueel wel zouden willen doen. Okay. Dus ik kan eruit concluderen dat je zelf een grote kinderwens hebt. Ja, dat klopt. Samen met mijn verloofde zijn wij een huis aan het bouwen. En willen we dat ook graag vullen met een paar kindjes. Dus ja, dat ben ik zeker van plan. Okay. Nu, je zegt het zelf, een verloofde. Hebben jullie al een datum geprikt voor de grote dag? Nog niet. We zijn als eerste aan het focussen dan hier op Mr. Gay Belgium en op het huis zelf uiteraard. En daarna gaan we zien wat dat best mogelijk is. Okay. Naar wat kijk je het meest uit de komende maanden? Naar alle contacten dat ik ga leggen. Okay. Super. Nu, ik ga je om het af te sluiten, gaan we het een beetje luchtig houden. Vroeg gaan slapen of lang opblijven? Vroeg gaan slapen. Okay. Saus erop of saus eronder? Erop. Okay. Bier of wijn? Bier. Nu, Jelle, wat is je favoriete vakantiebestemming? Portugal. Waarom? Lekker warm, lekker eten en niet duur. Hoe? Mocht je een internationale superster zijn voor één dag, wie zou dat dan zijn en waarom? Niall DiMarco. Oké, en waarom? Dat is ook een activist die... Hij is zelf doof en hij voert campagne om de doven meer te integreren in de maatschappij. Okay. En daar kijk ik heel erg naar op. Okay. Mooie woorden om af te sluiten. Nu, Jelle, ik wens je heel veel succes toe de komende maanden. Geniet ervan en alvast nogmaals heel veel succes.